I'm John Champion, alongside me is Jim Beglin, and we're enjoying the atmosphere inside the unique stadium that is Wembley. Hi John, I can tell you, I'm absolutely delighted to be here. Hier gaan we weer de derde kwalificatieronde van PES League NL seizoen 2013. We zijn hier in Utrecht, Voorstraat 16, het Game Mania. Het gamewinkeltje. Het is wat knus voor de 40 spelers, pak een beetje, die hier zich aan showcasen. In een poging een plaats af te dwingen in de grote Nederlandse finales, waar 16 spelers een worp zullen doen naar de titel Nederlands kampioen. En die gaan door Konami gestuurd worden naar het wereldkampioenschap Pro Evolution Soccer. Datum en locatie zullen later nog bekendgemaakt worden. Hou de PES League NL pagina op Facebook in de gaten. Georganiseerd door de mannen van PES Live, Melvin Wolters en Abdullah Kutjuk. Appie, kortweg. En Chaos TV, Bob en Bas Bruinekal en Camille Slingeland. En ikzelf, René Treur, de commentator van vandaag. En we zien wederom in actie Jesper Post, die net zijn wedstrijd tegen Sunny won. Hij speelt met Manchester City en hij gaat het opnemen tegen het Barcelona van Macrini, die zijn eerste wedstrijd tegen Flash won met 5-0 maar liefst. Dus beide spelers staan op 3 punten en dit is een hele belangrijke natuurlijk. Samen met Suhail Gursoy zijn zij de kanshebbers in deze groep. Nickname CR7 van Suhail. En oh, prachtige diepe bal op. Is dat Villa daar? Die werkt hem toch naast. Een grote verrassing al vandaag. Jamie uit Arnhem, Jaira 25, die verloor zijn eerste wedstrijd. De andere grote favoriet is Etienne, Keines, aka Akkelisjes uit Rotterdam. Ook helemaal naar Utrecht afgereisd en hij wist zijn eerste wedstrijd met 4-0 te winnen. En dan hebben we verder nog Dominique, die ook zijn eerste wedstrijd won. Hij werd vorige kwalificatieronde in Amsterdam werd hij vierde, dus net naast het podium en net geen plaatsje verzekerd. De grote finales in Amsterdam later dit jaar. Dus hij komt ook vandaag weer een gooi doen en gaat voorvarend van start. Maar zoals gezegd, alleen de eerste 3 gaan door naar die grote finale. Vorig jaar waren dat de eerste 4. Om de 16 spelers uit 4 kwalificatierondes bij elkaar te sprokkelen. Dit jaar wordt het de eerste 3. En dan nog een online toernooi waarbij de laatste 4 spelers zich kunnen kwalificeren. Twee mannen die we vorige keer in Amsterdam nog in actie zagen waren DS en Damien Derkink. Zij wisten zich beide daar te kwalificeren, dus willen verder hun tactieken geheim houden. Niet verder showcasen aan de rest van Nederland tot de grote finale. Ze zullen natuurlijk nog wel flink online oefenen. Damien vertelde mij dat hij tegen de Zweedse kampioen heel veel oefent. En dat zagen we aan zijn spel vorig keer. Nog meer dan vorig seizoen, waar hij zich ook plaatste voor de grote finale. Wist hij zijn tegenstanders van kastje naar de muur te sturen. En zelfs de finale werd met 5-1 gewonnen tegen Passo. En dat is toch geen kleine naam in de Nederlandse Pro Evo scene. Dus ik denk dat Damien een hele grote kanshebber is om dit seizoen DS van de troon te gaan stoten. DS die toch al 2 keer Nederlands kampioen werd. In 2010 en 2012. Daartussen was het Polletmania. Polletmania die net als Ibrahim Dinch dit seizoen
nog niet heeft meegespeeld. Zij hebben beide vakantie in de maand dat de finales gaan plaatsvinden. Dus gaan we helaas niet in actie zien. Toch ook twee grote kanshebbers. Een venijnige voorzet van het Barcelona van Macrini. Maar Jesper Post die hier met Manchester City weer in de aanval gaat. Barry op het middenveld. Heet de bal naar Stefan Nasri, de ex-Arsenal speler, te brengen. En oh, dat lijkt een penalty inderdaad. Macrini kijkt vertwijfeld naar zijn scherm. Maar Peugeot was toch echt te laat inderdaad. Ja, dit is een uitgelezen kans voor Jesper om een voorsprong op het bord te zetten. En dat doet hij dan ook. Prachtige bal in het netje. En haast verontschuldigend naar Macrini. Zo staat het 1-0. Voor het uiterst sterke Manchester City van Jesper Post. Here we go, Barcelona. Probeert nu gauw een gelijkmaker af te dwingen. Nog voor de rust. Maar dat kan lastig worden, want hier is weer een lange bal op de vest van Jesper. Goed verdedigend werk van Daniel Alves. Macrini die gaat hier bouwen aan een aanval. Dit is goed rustig gespeeld. Korte combinaties. Veel spelers kiezen te snel voor een lange bal of een steekpaas die dan zijn doel niet bereikt. Hier gebeurt dat ook in de latere fase. En oh, mooie steekbal, maar verrassend balbezit. Dat had Jesper ook niet verwacht. Die gaat er nu toch op het doel af en mooi afgelegd. Silva heeft de hoek voor het uitkiezen en schiet hem prachtig in het zijnet. Heel soeverein afgemaakt. En zeer efficiënt gespeeld in de eerste helft van Jesper. Die zijn eerste wedstrijd al wist te winnen. Maar hetzelfde gold voor Macrini. Beide spelers nog volop kans om door te gaan naar de kwartfinales. Jesper die hier eigenlijk al met een half been in die kwartfinale staat. Hij is niet tevreden dat het die kans er niet heeft. Hij wil toch graag meer. 2-0 is leuk, maar nog zeker geen zekerheid. Zeker tegen een speler als Macrini. Die neemt hierover met Messi. Zeer rappe Argentijnse speler. Die gaat Villa diep sturen en dat is te doorzichtig. Dan kan Jesper overnemen. En die temporiseert een beetje. Die wil niet te veel met krachten smijten. En geen grote risico's nemen uiteraard. Mijn 2-0 voorsprong. Agüero, mooie beweging. Schitterend. Tevez en zijn landgenoot werkt de bal over de zijlijn. Dan is het Macrini die toch nog voor rust één kansje kan gaan afdwingen. Ja, mooie combinatie op het middenveld, maar de rechtsbuiten net niet bereikt. Alexis Sanchez. En oh, een mooie diepe bal op Agüero. Maar Piqué die laat zich niet van de bal zetten. Mr. Shakira. Die weet daar wel raad mee. Zo staat het 2-0 na de eerste helft. Jesper Post. Die gaat soeverein richting een tweede overwinning. En 3 is al zeker genoeg voor de kwartfinale. Dus. Even wat tactische aanpassingen. De regels zijn simpel, potjes van 10 minuten en niet op pauze drukken tijdens het spel, tenzij het een doodspelmoment is. En verder mag je elkaar compleet voorop trappen, zolang het maar met een glimlach gebeurt. Hier Macrini met een gevaarlijke diepe bal, die wordt net onschept door Jesper en die gaat dan weer bouwen aan een mooie counter. Oh, dat is wel een fraaie combinatie, maar Adriano zit er dan tussen op de linkerflank. Mascherano die bereikt Messi en Messi tussen twee man verliest de bal. Overname Jesper. Inmiddels van de helft gewisseld natuurlijk. 2-0 nog steeds de voorsprong voor Jesper. Aan de rechterkant van het veld met Manchester City in actie. Een team dat we niet heel veel zien, maar natuurlijk boordevol met kwaliteit. Vincent Kompany onder andere en Gaël Clichy. Die we hier zien, de Belg en de Fransman. Hij is een sterk verdedigend duo. En een mooie voorzet en prachtig ingekopt door Messi. En dan is er nog maar één doelpunt marge tussen de twee spelers. Macrini die hier zijn sterspeler aan het werk zet. Bijna de kleinste man van het veld, maar die weet toch torenhoog boven zijn verdediging uit te springen en in te koppen. Hier zien we Jesper weer in balbezit. Rustig rondspelend, zoeken naar het gaatje op het middenveld.
Beide spelers kiezen voor korte combinaties. Dat is fijn om te zien. Geen kick and rush. Zoals we vandaag al wel hebben gezien. Van onder andere Sunny. En hier is net het balverlies van Messi. En Jesper die de bal per dus inlevert op het middenveld. En Mascherano, wederom een Argentijn. Veel Argentijn op het veld trouwens. Bij deze Engels-Spaanse clash. En oeh. Het scheelt niets of Macrini had bijna de gelijkmaker aangetekend. Maar ja, Messi stond op één been en verloor zijn ritme daar. En zo kan Jesper gaan werken. Een mooie aanval. Hier Nasri Silva. Mooie 1-2. Nasri die kapt zijn tegenstander weg. Silva daar voorbij. Aguero gaat schieten. En dan is Victor Valdes in de handen van Macrini die de bal naast weet te werken. Wel een cornertje uiteraard voor Jesper. Oeh, het leek een stevige overtreding van Piqué. Was het ook. De scheidsrechter is daarmee eens. En een gevaarlijke kopkans voor Jesper. De Engelsen moeten weer meerdere herkennen in de Catalaanse luchtmacht. Hier een mooie combinatie over het middenveld. Jesper stuurt Aguero diep, maar die mist de snelheid, de behendigheid om de verdedigers af te troeven. Wel weer bal bezitten en dat is een mooi hakje, maar slechte aanname. Oeh, mooie beweging van Alexis Sanchez in de handen van Macrini, die met Iniesta twee man voorbij loopt. Messi kan overnemen, speelt breed, maar verliest de bal. Hey, overtreding, zo lijkt het, door Macrini. Nou ja, nog een half uur te gaan en maar één doelpunt verschil. Dat kan nog alle kanten op natuurlijk, maar Jesper wel in balbezit. En die gaat zoeken naar een nieuwe 2-0 voor 2 doelpunten marge. Flash zoekt zijn tegenstander, maar die zit te spelen, dus moet zich concentreren natuurlijk. Zeker tegen Macrini, maar Macrini verliest de bal daar wel aan hem. En Jesper die gaat rennen op doel af, maar kan de bal niet meenemen. Macrini, hij heeft nog alle kans. Messi loopt daar diep, niet buitenspel. En die is los van zijn tegenstander, maar er staat nog wel één man tussen hem en het doel. Weet hem prachtig breed te leggen op Alexis Sanchez. Die legt hem weer breed op Iniesta. Mooi schot en net naast geslagen door de keeper van Jesper. Victor Valdes. En dan komt er een cornertje. Jesper heeft zweethandjes. Je vindt het iets te spannend. Voor zijn gevoel. En Macrini die dribbelt zo strafschopgebied in en schiet meters naast. En is daar meer dan ontevreden mee. De handen gaan de hemel in. Jesper die lijkt wat tactische aanpassingen te willen gaan doen. Iets verdedigender. Misschien dat middenveld wat versterken met een verse kracht. Aangezien Stefan Nasri meer dan moe is. Daar komt James Milner. Man van de kaas. Bij Barcelona wordt er ook wat gewisseld. Fabregas, de man die ooit een strafschop met een gebroken been inschoot bij Arsenal. Je gaat verdedigend op het middenveld achter Xavi en Iniesta. En de sterspeler Messi blijft staan, ondanks dat hij zeer moe lijkt. Maar iemand met zijn klasse kun je natuurlijk altijd gebruiken. Jesper, werkend met Manchester City aan een nieuwe aanval. Hij wil graag die sleutel in het slot gooien. Een twee doelpunten marge zou hem zeer goed uitkomen zo'n kwartier voor tijd. Hij staat wel voor, maar zekerheid is er allerminst. De kansen voor Macrini zijn ook groot en in legio aanwezig. Hij zal er nog niet gerust op zijn. Mooie kopbal net op de lijn, stilgelegd door Valdes. Een zeer sterke doelman. Messi met een kopballetje op Sanchez. En die moet aan rennen, maar ja, hij is moe. En, tegen zo'n marathonloper als Touré gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Compagnie Maicon speelt het wel een beetje rond achterin. Oei, de grensrechter doet niet mee. Dan kan Macrini toch weer gaan proberen een hoge voorzet te geven. Of wordt het een lage? Want het is natuurlijk Barcelona. Allemaal mannen van 1,60 meter voorin. Jesper met een mooie counter. Het ziet er goed uit. Barry bereikt Maicon en krijgt dan de bal terug. Mooi, maar hij, die Engelsman ontbreekt natuurlijk de snelheid om de Barcelona-verdediging aan pulp te lopen. Nog wel balbezit van Manchester. Wordt hier ingeleverd.
Catalunya Vamos. En hier gaat Messi diep gestuurd worden, maar kan niet aan de bal komen. De Engelse verdediging is hier goed voor gewaarschuwd. De afgelopen 4 jaar door de drievoudig of zelfs viervoudig gouden balwinnaar. Voor McKinney. Nog 5 minuten te gaan en dan ligt nog wat blessuretijd. Maar Jesper heeft nog altijd 1-0 voor. McKinney moet nu het gaspedaal vol in gaan trappen in de 6e versnelling. En hier komt dan een goede tegenstoot van hem. Hij heeft ruimte met Alexis Sanchez. Hij ziet Messi daar lopen, maar kiest de linkerflank. Maar toch te veel City-spelers tussen lopen. Dan gaat Vincent Kompany met een prachtige bal over de hele Kolarov bereiken. Dus levert hem zomaar in bij een Braziliaanse tegenstander. Alves overflankt, die bereikt Sanchez. En dat is een prachtige combinatie. Gaat daar een voorzet komen? Dit is een van de laatste kansen van de wedstrijd wellicht voor Macrini om te beslissen. Of in ieder geval een gelijkspel af te dwingen. Scheidsrechter fluit af. En Jesper heeft zijn tweede pot ook gewonnen. Er staat zo 4 aan kop in onze pool. Macrini, 1 gewonnen, 1 verloren. Dus kan nog alle kanten op. Zeer zeker nog niet uitgeschakeld. We zijn zo bij je terug met de 5e wedstrijd in deze pool.